Martijn Krabbe is door zijn thuisquarantaine flink aangekomen. Hij woog 82 kilo, maar nu hij zoveel mogelijk binnen blijft is er al 10 kilo bij. Volgens de presentator zal de kijker in de live finale van De Voice Kids dan ook zien dat hij zwaarder is geworden. Voor mij is het geleidelijk gegaan, maar de afgelopen weken wat sneller. Maar op televisie ben je dan in één week opeens ontploft. Vertelde hij zondag in Paul Blijf Binnen, zo schrijft RTL Boulevard. De talentenjacht is vorig jaar zomer al opgenomen en toen was Martijn net flink afgevallen. Tegenboven zei Martijn ook nog dat hij best wel bang is om besmet te raken met het coronavirus. Samen met zijn vrouw boodschappen doen, doet hij niet meer. Ik ben heel panisch. Punt. Tijdens de allereerste live-show van het afgelopen seizoen van de reguliere Devoise of Holland ging de kijk ook al los op het uiterlijk van Martijn.